Dit is onze voorbereidingskeuken. Wat we hier doen, hier snijden we dus de komkommer in schijfjes, de tomaat in blokjes. We rijgen hier de spiesjes met vers fruit of met hapjes. Dat is allemaal voorbereidingen, zodat het later in ons proces op het tray opgedekt kan worden. Wat je hier ziet zijn de maaltijden voor de World Business Class. Deze worden ontwikkeld door chef-kok samen met mensen van onze afdeling. Waarbij we rekening houden dat we het op hoogte eten. Waarbij we vaak een droge mond hebben, droge lucht is. Zodat we voldoende kruiden toevoegen om het op smaak te houden. Zodat je aan boord precies hetzelfde proeft en eet als dat het vers bereid zou zijn. Als je vliegt kun je ook kiezen voor een speciale maaltijd. Dat kan zijn een je op geloofsovertuigingen, dus dan praat je over een moslim of een koosje maaltijd. Je kunt ook een vegetarische maaltijd of kun je vooraf bij boeken kiezen. En dan maken wij ze 24 uur voor vertrek, maken wij deze speciale maaltijden hier, zodat jij aan boord de juiste maaltijd krijgt. We krijgen heel veel lege blikjes van boord, waar of nog een restantje in zit, of die helemaal leeg zijn. En de blikjes die erna komen geperst zijn, die gaan naar de afvalverwerker waar de nieuwe blikjes van gemaakt worden. Hier zien we dus de trolleys die opgebouwd zijn per vlucht. Ze zijn binnengekomen van M-class, economy-class, business-class. Hier wordt de totale vlucht gemaakt en 4 uur voor vertrek wordt deze opgepakt en wordt hier met de vrachtwagen aan boord gebracht.